Maar dus ik heb krantenkoppen gezien waarin stond dat Cambuur cruciaal wordt. Nou ja, als je naar de stand op de ranglijst kijkt, dan is het ook een cruciale wedstrijd. Het blijft nog steeds vroeg in het seizoen en je loopt een wedstrijd achter. Maar als je morgen niet wint, dan blijf je nog steeds op die play-offs wedstrijden staan richting einde van het jaar. Natuurlijk, je hebt een hele reeks wedstrijden om dat nog goed te maken. Maar ik denk, daar moet je morgen mee gaan beginnen. Want zeker als je morgen verliest, dan wordt het gat gelijk naar de nummer 15. Al behoorlijk, dat met één wedstrijd hou je dat niet in. Dus wat dat betreft is iedereen ervan doordrongen dat we morgen absoluut moeten winnen. Zit er door de feiten die je net opsomt dan meer druk op deze wedstrijd dan een normale wedstrijd? Nou ja, goed. Dat neemt de stand op de ranglijst ook wel mee met zich. Dus als je als nummer 16, waarbij je beneden de plekken staat waar je hoopt te eindigen, tegen de nummer 15 na 11 wedstrijden, dan geeft dat een bepaalde druk. Dan moet je ook, dat voelen we allemaal wel. Maar goed, dan moet je ook mee om leren gaan als professional. Ik heb de Friese ploeg een paar keer aan het werk gezien. Dat is geen verkeerde ploeg. Nee, dat is een goede ploeg. En met name een heel goed voetballende ploeg. Ze spelen vrij uit. Dat zie je natuurlijk bij veel van de ploegen die gepromoveerd zijn. Die kunnen eigenlijk zonder druk voetballen. Ik heb ze tegen AZ gezien, ik heb ze tegen Feyenoord gezien. En zeker tegen Feyenoord waren ze eigenlijk gewoon de betere in de eerste helft. Dus nou, het is absoluut een ploeg die je niet moet onderschatten. En die met name heel vrij uit en heel aanvallend durft te spelen. En dat is een kwaliteit van hen. Met opkomende backs? Ja. Daarom zag ik Van Duinen vandaag achter Super Sepa aanlopen. Nou, dat heeft hij één keer moeten doen. En we hopen dat het niet zo ver komt morgen. Goed, gaan we even terug. Ik zag Aalberg weer trainen. Die had een hesje aan waarvan ik zeg van, nou, jij gaat weer in de basis beginnen. Er is een gesprek geweest. De lucht is weer geklaard. Ja, natuurlijk. Nee, dat is iets gebeurd voor de wedstrijd tegen AZ. En daar, wat is er dan gebeurd? Nou ja, volgens mij heb ik dat... Ja, maar hoe gaat zoiets dan? Hij hoeft niet in detail te treden, maar ik heb hem medegedeeld dat hij niet speelde. En hij gaf daarin te kennen dat hij het daar niet mee eens was. Met een bepaalde houding die ik niet gepast vond bij een prof. En nou goed, daar heeft hij maandag zijn excuses voor aangeboden. Hij heeft een goede wedstrijd in tweede gespeeld, gescoord daar. En dan moet je het ook afsluiten, streep eronder en weer verder gaan tot de orde van de dag. Want hij kan heel belangrijk zijn voor Ado. Hij kan goed voetballen. Ja, hij kan heel goed voetballen. En als bij hem nog het besef komt dat hij ook, als we de bal niet hebben, dat hij zijn arbeid voor de ploeg gaat leveren. Dan kan hij een uitstekende speler zijn voor Ado.